We gaan naar het strandseizoen, want dat is begonnen. Ja, en dat is zeker komend weekend voelbaar met lekkere temperaturen die boven de 20 graden uitkomen. Dus niet zo fijn als een koud drankje doen op het strand bijvoorbeeld. En wie daar zin in heeft, die moet dat natuurlijk kunnen doen. Ook als je in een rolstoel zit. Op Scheveningen is er een strandtent waar je met een rolstoel maar moeilijk kunt komen. Ze willen daarom graag een hellingbaan laten aanleggen. Daar kun je dan op lopen, maar ook op rijden. Bijvoorbeeld voor deze mensen fijn. Ja, dat klinkt als een simpele oplossing. Maar de ondernemers daar die zijn al jaren bezig om dat voor elkaar te krijgen bij de gemeente. Nou, je kan boven dus parkeren. En als je eenmaal boven bent, hebben ze hapjes uit de duinen gehaald. Dat je naar beneden kan komen. Dan moet je eerst 500 meter naar die kant toe. En dan 300 meter terug. En dan kom je hier pas bij ons terecht. Hier hebben we de grote hellingbaan van 25 meter. Dat was een van de vereisten van de gemeente. Wij hebben daar aan voldaan. We zijn al vanaf 2014 bezig om hier een permanente hellingbaan te krijgen. Ja, hebben we alleen een trap gekregen. Dit zou een tijdelijk object zijn. Inmiddels staat hier al ruim een decennia. Eigenlijk zien wij gewoon liever dat dat een hellingbaan wordt. Dat goed aangegeven wordt voor rolstoelgebruikers, mensen met kinderwagens, invalides, de wensambulance die regelmatig op bezoek hebben. Er gebeurt gewoon niks. Ja, je zou zeggen dat is zo gefixt, maar het duurt dus al jaren. We hebben de gemeente Den Haag ook om een reactie gevraagd. Zij geven aan dat er schriftelijke vragen zijn gesteld over deze hellingbaan. Die willen ze eerst in behandeling nemen en dan komen ze dan terug met een reactie hierop. Ja, meneer De Wijk, u woont dichtbij deze standtent. U kent het ook. Wat vindt u van de situatie? Ja, even belachelijk. Ja, dat moet je zo snel mogelijk oplossen. Ja. Het viel mij inderdaad ook op dat het zo lastig is op sommige plekken om op Maar begrijpt u dat de gemeente er dan zo lang over doet? Nee, ik begrijp dat eerlijk gezegd niet. Maar het zal wel weer met allerlei procedures te maken hebben. In dit land duurt toch alles lang, dus dit ook. Dit ook.